Hallo, welkom bij Atelier K. Ik laat in dit filmpje zien hoe dat je een grote kleiplaat uitrolt. Het is vaak een uitdaging voor velen om echt grote lappen uit te rollen. En voilà, ik ga dat direct tonen aan jullie. Dus ik heb hier een goede blok net gekneden klei. Dus ik heb hem net doorgewalkt. Hij komt niet rechtstreeks van het pak. Het is belangrijk als je restjes recupereert, dat je ze goed doorkneedt. Voor het kneden van de klei ga ik een ander filmpje online zetten. Dus vaak gaan er mensen met hun kleirol direct beginnen, ja, alle macht daarop zetten vanuit zo'n grote blok. Dat is niet echt een goed plan. We gaan hem eerst een klein beetje plat duwen. En ik duw langs de zijkant van de blok. Aan de zijkant is er het minste weerstand, dus ik kan makkelijk de klei doen schuiven. Ik ga ook de blok omdraaien en opnieuw langs de zijkanten de klei naar buiten schuiven. En zo krijg je hier een bergje. Hier kan ik dan uiteindelijk ook mijn gewicht eens opzetten. Let op voor je polsen. En ik draai die blok weer om. Het omdraaien van die blok is belangrijk, omdat je anders al het vocht dat in de klei zit, in de plank duwt. En zo gaat die blok klei vastplakken aan de plank. En dat is niet zo'n goeie zaak. Dus regelmatig omkeren. Ik ben hier nu al een paar keer aan het duwen geweest. Ik heb ongeveer 4 centimeter. Je mag dat doorduwen tot 2 à 3 centimeter. Het is nu op dit moment wel belangrijk dat je met je polsgewrichten bijvoorbeeld geen diepe putten gaat duwen, die dan uiteindelijk bij het rollen zwakke punten gaan creëren. Of dat je kleilap daar al dunner is dan dat je hem eigenlijk wilt hebben. Ik ga nu een beetje trommelen. En je ziet, ik ga met de zijkant van mijn hand ga ik echt een richting geven in naar waar dat ik die klei naartoe wil sturen. Ik weet, ik heb een groot vierkant nodig. Het is niet echt een vierkant, maar ongeveer. Ik weet dat ongeveer dit formaat moet zijn. Het zou gek zijn als je daar dan een hele lange lap van gaat maken. Dus ik heb in alle richtingen uitgeklopt, zodanig dat ik nu al bijna de vorm van een vierkant heb. Voilà, ik ga werken met latjes van 6 mm. Die zorgen ervoor dat we onze kleilap overal even dik kunnen uitrollen. De rol die gaat over de latjes en zal dus zorgen dat die klei niet dunner wordt dan die 6 mm. Daarvoor is het belangrijk dat uw rol lang genoeg is en dat die zeker makkelijk over die latjes kan rollen, want als je straks zo gaat doen, komt uw rol helemaal niet over die latjes. En dan kan het zijn dat je toch dunner uitkomt dan dat je bedoeld had. Dus om te starten, ik vertrek vanuit het midden en ik druk een rol van mij weg. En ik rol ook naar mij toe. Voilà. Meer doe ik voorlopig niet en ik draai om. Voilà. Lapje omkeren. En dat is echt wel om te beletten dat die klei tegen de plank gaat aankleven. Dat bemoeilijkt het rollen. Want nu, ik weet niet of je het echt goed ziet, maar die klei die kruipt vooruit over mijn plank. En ik draai weer om. Heel voorzichtig langs de randjes pakken. En zo
neem ik die zware lap vast. Het is tussen mijn platte handen dat ik eigenlijk de lap niet kan kwetsen. En ik draai een kwart en tegelijkertijd van voor naar achter. Waarom draai ik altijd een kwart? Omdat ik een vierkante lap wil. Dank je zo. Als ik altijd zou in één richting omkeren, zonder een kwartje te draaien, zou ik een hele lange lap krijgen en dan kom ik niet meer uit aan het patroon dat ik eigenlijk voor ogen heb. Hè? Nu, soms kan het zijn dat het omkeren en het kwartje draaien, dat dat niet nodig is. Je gaat altijd je vorm in de gaten houden. Hè? Voilà. Wat ik nu doe is, ik merk dat ik hier mijn hoekjes, die komen iets te kort. Als ik ze biedt dat vierkanter wil uitsnijden, kan ik heel veel overschot hebben. En ik stop met het rollen. Ik laat de kleimassa hier zitten. Als ik zo dadelijk terug een kwartje ga draaien, gaat die massa die hier zit, die komt uiteindelijk in die hoek te zitten. Dus zo kan ik ook een klein beetje sturen om meer klei in de hoeken te krijgen. Ja. Dus nu is het eigenlijk hier dikker en zal die klei ergens naartoe moeten en die gaat hopelijk daar terechtkomen. Voilà. Ik ga dat hier ook niet tot op het einde doorrollen, zodat ik die massa in die hoeken krijg. Dat is natuurlijk iets waar je ook moet vooraf rekening mee houden. Hè? Dat de vorm waar je naartoe wilt, dat je die ongeveer wel daar wat uit krijgt. Hè? En je merkt nu, het wordt groot en zwaar. Het is heel kwetsbaar, dus ik zou hier onmiddellijk een putje kunnen induwen als ik dat verkeerd vastpak. Daarom dat je echt... Ja, ik gebruik nu echt mijn hele arm om die klei te keren. Hè. Voilà. Ik denk dat ik er nu wel ongeveer kan geraken. Op het moment dat uw lap groter wordt dan uw latjes, zorg er ook altijd voor dat je die latjes gaat meeschuiven. Stel dat die hier nog liggen en ik begin verder te rollen, ga ik op dat punt ja, te dun uitrollen, omdat ik daar die latjes niet meer heb liggen. Hè. Dus die moeten meeschuiven. Voilà, ga ik terug naar mij toe rollen, neem ik die latjes ook mee. Het wordt nu zo wel wat delicaat om te keren. En dan stel ik voor om een andere plank erbij te nemen. Het is ook belangrijk dat die planken goed recht zijn. Dat die niet krom staan, want anders gaat er ook een ongelijke dikte van uw lap bekomen. Het omkeren. Oops. Heel voorzichtig even losmaken. Ziet dus, je ziet die plakt toch wel heel erg aan die plank. Even nadenken hoe dat we hem dan verder uitrollen. Zo. En zo. En hoe minder dat die plakt aan de plank, hoe makkelijker dat die vooruit gaat. Het komt eruit, dus ik heb hier al iets te veel klei. En die zit mij echt in de weg om dat lakje nog gemakkelijk naast te leggen.
Dus wat ik al zeker niet nodig heb, snij ik gewoon weg. Ik terug plaats voor mijn latje. En ik heb hem nu niet omgekeerd van voor naar achter. Wat je ook wel eens kunt doen, is de klei zo volledig lostrekken. Zodat hij ook weer makkelijker gaat vooruit kruipen op de plank. Wat ook belangrijk is, is dat je zeker werkt op een plank die groot genoeg is. Want anders heb je altijd sowieso in een vorm die niet exact is als dat je voorziet om mee te gaan werken. Dus er is altijd een heel deel overschot. En dus heb je eigenlijk een veel grotere plank nodig dan hetgeen dat je echt gaat gebruiken. Oké, dan zie ik nog een luchtpijltje. Nog heel even doorprikken. Luchtbellen sowieso, van zo gauw dat je ze ziet, doorprik ze. En wacht niet totdat je helemaal tot op het einde bent doorgerold. Want dan, als je de luchtbel doorprikt, is dat ook minder klei, hè? Want dat is lucht. Dus van zo gauw dat je op je dikte bent en dan een luchtbel moet doorprikken, gaan we daar een zwak punt krijgen. Maar ik zag ze voor die nog niet. Het is vaak dat je de laatste luchtpijltjes pas ziet wanneer dat je bijna volledig bent doorgerold. Hè. En dan begin je hier stilletjes aan op iets te trekken. Ik neem mijn latjes altijd mee. Ik weet niet of dat het hoort, maar het is ook nu hout op hout. Maar toch zie ik nog wel wat lijnen verschijnen. Dat wil zeggen dat die klei toch nog een klein beetje golfjes aan het maken is, doordat ik aan het verder rollen ben. Ik kan nog een keer een kwartje draaien. En ik maak weer wat plaats om mijn latjes te leggen. En we zo al te zien. De dikte begint er vrij regelmatig uit te zien. Hè? Ik doe nog een stukje af. Dat werkt makkelijk. En ja, ook zorg dat je rol proper blijft. Dat er geen kruimels klei in terechtkomen. Want als dat hier nu vol ligt met kruimels, die rol ligt daarin. Die is ondertussen ook een beetje nat geworden. En als je die dan uiteindelijk terug gaat gebruiken om dat laatste stuk af te werken, door te rollen, dan is je kleilat ook helemaal besmodderd met kruimels. Dus dat zou jammer zijn, hè. Ja. Zo goed als. En nog eens lostrekken. Als je dat doet, je klei rekt ook altijd een heel klein beetje uit, hè, door de zwaarte. Ik pak die vast aan de zijkantjes en je mag eigenlijk ook niet te hard nijpen. Anders heb je puttekes. Dus dat is toch wel met wat voorzichtigheid dat te doen. Hè. Als je klei rond te nat is geworden, pak gewoon een nieuwe. Is je plank te nat geworden, pak ook een nieuwe plank. Dan werkt dat ook altijd het makkelijkste. Zolang dat je die lijntjes blijft zien, zo die gelijk lopen met de richting van je rol, dat zijn nog dikte golfjes die in je klei, in je lap moeten verplaatst worden naar de buitenkant. Voilà. Het kan ook zijn dat je die lijntjes blijft zien. Er is ergens een grens, hè. Het kan ook zijn dat je die lijntjes blijft zien omdat er in je rol ergens een groef is. Ja, dan is dat natuurlijk niet weg te krijgen. Hè? Voilà.
Dat is zo goed als klaar. Wat ik meestal doe is de lap dicht trekken met een romertje. Dat alle minimale groefjes die er nog in zitten, dat je die weg... dat je die eigenlijk aflakt. En daarvoor ga ik diagonaal over de richting van wat ik gerold heb. Als ik zo zou gaan, er zitten echt nog dikke groeven in, dikke golven, dan zou ik die alleen maar accentueren. Ga ik er diagonaal of dwars over, dan ga ik die meer gelijk trekken. En is het dus echt helemaal plat. Voilà. De achterkant gaan we ook even doen. Dus het is nu belangrijk van die lap ook terug los te maken. Als die vast blijft plakken en ik draai die om tussen die twee planken, dan gaat die niet gemakkelijk loskomen en gaat die ook blazen trekken en vervormen bij het losmaken van de plank die onderaan zat. Dus voilà, even voorzichtig kijken. Voilà, die komt pronto los. Zie hoe nat dat geworden is. Dus dat is logisch dat die klei er heel erg heeft aangekleven. En nou, deze kant ook met de lomer proper maken. Je ziet, ik maak het ook altijd helemaal vrij van alle kruimeltjes. Maar als hier ook nog een kruimeltje in zit of aanplakt, dan trek je dat in je lap klei die je net zo proper gerold hebt. Op deze manier gaat de huid van de klei wordt dichtgezet. En is mooi glad zo. Voilà. Nu, deze lap is bedoeld voor een grote staalkaart. Waar ik glazuur ga op testen. Ik zal daar ook een filmpje van maken. En dat zal later ook online komen. Het uitsnijden van het patroon doe ik best een beetje later. Als de klei al iets meer is opgesteven, dan blijft die ook minder aan het gereedschap plakken waar je mee werkt. En je gaat ook minder vervormingen krijgen. Dus voilà, we zijn klaar met rollen.